Sander ligt in het eerste kamertje links. Ja, anders kom je bij Jorien of Rob uit. Er was even consternatie hier, Frank, want Chris zag een brandblusser staan. Nee. En we zoeken natuurlijk een methode om hem wakker te maken. Maar nu is er contact geweest met de regie en die zijn heel duidelijk. Die zeggen absoluut niet. Nee, want het is daar zo gehoorig. Het zijn hele dunne muurtjes, dus pas op. Nee, Frank zegt, het zijn hele dunne muurtjes, Chris. Ah, ja, nee, vandaar. Okay, sorry, dan moeten we ook zachter praten. Ja, we moeten iets zachter zijn. Geen hè? Maar we kunnen misschien een leuk liedje zingen voor Sander om hem wakker te krijgen. Ja, Sander, een leuk liedje. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, sunshine. En dan kunnen jullie misschien ook nog daarin vermelden dat er een verrassing is voor hem zo. Dit is hem al. Dat is hem al. Ga erin. Dit is de kamer. Niet bij jullie. Oh, wat een teringshooi. Ja, dat is Sander Hoogenoor. Oh, ik denk dat hij overleden is. Ik zie niet hoe zijn hoofd ligt. Ik denk door dat lampje. Goedemorgen, 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 zonneschijn. Deze nacht is weer veranderd, nee, de hoeft niet traurig zijn. Heeft hij door wie jullie zijn, of niet? Goedemorgen, zonneschijn, nee, die moest niet traurig zijn. Hoogie, vriend, goedemorgen. Wat een kortstroom dit. Goedemorgen, jongens. Hoe voel je je? Ja, nou... Ja, weet ik niet. Goed kut, ja. Goed kut. Heb je al een goed nachtje gemaakt? Nee, want ik moest laat naar bed. Ik had een nacht... Ik ging om 1 uur naar bed. Ik zou wel even douchen en tanden poetsen en dan mag je gewoon naar beneden, toch, denk ik? Vind je het stinken? Ja, wel een beetje. Wel een beetje, ja. Is ook jouw probleem. Bas, wil je nog even tegen hem zeggen dat er een verrassing op hem wacht? Frank, Sander, er wacht een verrassing op je. Oh. Nou, doe ik rustig aan. Nee, ik kom eraan. Hij komt eraan, Frank. Oh, wat grappig dit. Maar vindt hij het niet heel raar dat hij jullie dan opeens ziet? Want hij wist niet dat jullie er waren, toch? Vind je het heel raar dat je ons ziet? Want je wist niet dat wij er waren. Nee. Nee, ja, ik vind het een beetje gek, maar ik vind het ook wel weer gezellig. Nou, we hebben net herinneringen opgehaald aan de Croissant-show... dat we je altijd wakker moesten bellen... omdat je dan weer vanuit huis radio ging maken. Dat doet het ons een beetje aan denken. Ja, dat was wel inderdaad, dat was zo leuk. Dan werd ik inderdaad door een van jullie gebeld. En... ja, helemaal vertrouwd. Ja, dus misschien kun je zo ook in de auto stappen en een rondje rijden. En dan en dit keer naar huis rijden. Is het nog het idee dat Chris ernaast gaat liggen of niet? Chris, je mag er even naast gaan liggen en dan ga ik naar beneden. Oh, het gebeurt echt. Ja. Oh, ze gaan er helemaal voor samen. Oh, wat goed is ze. Ze zitten, ze liggen labeltje met. Zometeen. Ja. Ja, ze gaan onder de deken zo. Ja, hoor. Kom snel naar beneden, Bas. Hier, laat ons even alleen.